4,5 maand geleden overleed Sharida Tuinvoort na een cosmetische ingreep in Turkije. De 39-jarige moeder van 3 kinderen wilde wat aan haar buik en billen laten doen. En daarna stierf ze in een ziekenhuis in Istanbul in de armen van haar moeder Julie, die met haar mee was. Julie, jij bent hier omdat je anderen wil waarschuwen voor die ingreep die mis is gegaan. En ook omdat je nog op zoek bent naar een advocaat om dit aan te vechten. Fijn dat je er bent. We hebben alle tijd, dus vertel rustig je verhaal. Het is kort geleden. 4,5 maand geleden dus overleden. Ze is naar Turkije gegaan. Wat wilde ze precies laten doen? Hoe heet dat? Timituk. Mm-hmm. Wat houdt dat in? Je buik van Timituk, je buik wordt gedaan. Maar bleek ook dat ze de billen zou laten doen. Want dat wist, ik wist wel van de buikcorrectie. Ja. Maar bleek dus dat de ingreep groter was dan dat zij ook mij... Dat ik eigenlijk vanaf wist. Het is eigenlijk vet uit de buik halen. Buik en dan spuiten ze weer. Dan doen ze Brazilian butt. Ja, lift. Precies. Om dan stevigere billen te krijgen. Die ingreep die was dus in Istanbul. Wanneer ging het mis na die ingreep? Hoe is dat gegaan? Nou, ze is de 24e geopereerd. Nou, ze is 's nachts teruggekomen. Dat weet ik al zelf als je geopereerd wordt aan iets... Dan ben je met je narcose voordat het uit je lichaam is. 25e, daar rook je wel iets. Maar dat zijn de gazen en die operatie. Ze hebben we er verschoond. Zag er nog redelijk uit. Ja, dat overigens voor de duidelijkheid meteen, dat heb je zelf gedaan, hè? Ja. Ja, want er was geen arts, er was geen begeleiding. Er is niemand die je helpt met iets. Je moet alles zelf doen. Weet je, ze zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo, want ik heb heel veel zelf gedaan. Mm-hmm. En 26e zei ik, ik vind het ruiken. Dus ik zei ook, ik vind dat ze stinkt. Het ruikt naar, lijkt wel, als je vlees openmaakt of wat net over tijd is en je ruikt, dan krijg ik, daar rook het naar. Nee, is normaal, is normaal. Ik dacht, oké. Zo wel, maar ik maak haar wel zelf schoon. Ik breng haar zelf naar de wc. Moet haar laten lopen, dat doe je. Maar er is niemand die jou helpt. En je bent toch een ziekenhuis? Ja. En elke verpleegster die ik wat vroeg was, is normaal. Want het is een afdeling die door de cosmetische arts in een ziekenhuis wordt... Ja, volgens mij, die wordt gewoon afgehuurd van alles van dit. Maar ze lag ook, voor de duidelijkheid, want jij had op een gegeven moment in de gaten... het gaat niet de goede kant op, maar er was geen intensieve begeleiding... er was geen medicatie, ze lag niet aan allerlei draden om in de gaten te houden. Nee. Helemaal niks? Ik heb ook filmpjes op mijn telefoon ervan, maar ik heb alles lopen filmen. Ja. Op een gegeven moment is het dus echt... 27 februari... Ja. Wij gaan 's ochtends samen. Ik zei, je moet wat eten. Alles een klein beetje zoet, maakt niet uit. En je moet wat even een beetje aansterken. En dan gaan we een stukje lopen. Zodra je aangeeft dat we een stukje gaan lopen, dan gaan we lopen. Dat is goed. We gaan lopen. En ik denk van hier naar daar. En ze krijgt het warm. Dus ik zeg, we lopen weer terug. Maar je hebt ook die badjas aan. Dus ik trek die badjas van je uit. En dan gaan we bijkomen. En dan gaan we. Toen zei ik: weet je wat we doen? Maak hier de ventilatie zo gaan. Mm-hmm. En dan gaan we hier wel rondjes lopen. Want of we daar nou lopen, of hier vierkantjes lopen, is ook goed. En toen kreeg ze het benauwd. En mijn zus belde toevallig. En ik moest hulp roepen. En ze zeggen: no, we're coming. One moment. Zijn met anderen, zijn aan het praten. Ik heb 3 keer gevraagd, ik heb hulp nodig. Het gaat niet goed. Ja, het gaat niet goed. En niemand die naar je luistert. Echt niemand die naar je luistert. Je moet lachen, je hebt je kind in je hand. Je loopt te roepen, je vraagt aan je zus aan de telefoon. Wil je het in de gaten houden? Je gaat hulp roepen. Ik zeg, ik heb hulp nodig, nooit normaal. Ja, wat nou? Neem even lekker een slokje als je wilt. Neem ook de tijd, want het is heel heftig. Maar je hebt lange tijd om hulp... Ik heb lang om hulp geroepen. Ik heb lang om hulp geroepen. Weet je, iedereen denkt, ja...
eigen schuld of weet ik veel wat allemaal. Maar niemand moet dat meemaken. Niemand moet dat meemaken. En dan je kind de laatste woorden tegen je zeggen van... mama, ik hou van u, ik hou van u. Zorg voor mijn kinderen. En op dat moment was er ook nog steeds geen hulp? Toen kwamen ze en toen ineens kwam alle hulp overal vandaan. Ik weet niet waar vandaan. Ik werd op de gang, beveiliging werd voor de deur gezet. Er kwamen ineens allemaal artsen die ik niet ken. En haar arts die haar geholpen heeft, die is geloof ik na een uur pas gekomen. Met die assistent. Ja, het is een dramatisch verhaal. We hebben er ook even over gehad van tevoren. Voor jou is het natuurlijk ontzettend zwaar, omdat je nu ook de drie kinderen van je dochter, je kleinkinderen moet opvoeden in haar huis. Ik wil dat. Dat wil je natuurlijk ook graag doen, omdat ze willen haar natuurlijk heel ze erg. Ze willen bij elkaar blijven. Ja, dus dat is ongelooflijk zwaar voor jou. Volgens jou is het duidelijk dat daar grote fouten zijn gemaakt. Er zijn grote fouten, opgegeven. Niet alleen bij... Mijn dochter heeft het niet overleefd, maar er zijn bij andere patiënten ook grote fouten gemaakt. Ja, want ben jij met anderen in contact gekomen, ook in Nederland? Ik ben met anderen in Nederland contact gekomen, die ook een advocaat zoeken. Dus ik zeg ook, en we zeggen onder elkaar, als we één advocaat kunnen vinden... en het gaat niet alleen om één persoon, het gaat om meerdere. Ja, want daar zijn genoeg getypeerden die gebudgeterd zijn, ja. die misvormd nou, die heel hun leven littekens meelopen. Ja, we hebben natuurlijk, want dat moeten wij ook doen als journalisten, contact opgenomen met de assistent van deze arts. Die zegt, er is een trombose opgetreden, een bloedprop in een vat is dat, of in een slagader of in een ader. Als je dat hoort, wat denk je dan? Dat is toch nalatigheid. Ja. Maar wat hebben ze zelf gezegd over wat er is misgegaan na afloop? Longembolie. Longembolie is eigenlijk ook weer... Longembolie, maar ik heb jou net, ik kan ze niet op tv laten zien. Ik heb jou de littekens, de operatie laten zien. Als ik die aan iemand laat zien, dan weten ze al genoeg. Nee, want dat is inderdaad niet iets wat we nu willen laten zien, maar... Je ziet dat in ieder geval na de operatie het niet rustig hield, maar nee, dat er echt... Het alleen maar erg lijkt wordt. Erop dat er, zeg ik als leek, maar dat er inderdaad de infecties achter de toestanden zijn. Ondertussen is het zo, jullie, dat heel veel Nederlanders zo'n ingreep doen. Of het nou op de Dominicaanse Republiek is, of het nou in Turkije is. Ja. Er wordt ook vanuit OVG, ziekenhuis in Amsterdam, hiervoor gewaarschuwd. Maar het zijn reisjes, all-in, je vliegt ernaartoe. Ja, je krijgt all-in, ze maken het heel mooi. Ja, dan kan je ook toerist uithangen. Je komt in een heel mooi hotel terecht. Dat is echt zo. Ja, ja, en dan kom je in het ziekenhuis terecht. Het ziekenhuis waar Sherida lag, zag er niet uit. Kijk, een ziekenhuis kan oud zijn, maar je kan het wel schoonhouden. Ja. En jij zegt eigenlijk ook tegen die mensen die misschien begrijpelijkerwijs... net als jouw dochter zeggen, het scheelt zoveel geld. Het scheelt misschien duizenden euro's. Ik ga dit doen. Het scheelt... Ik weet niet wat die operaties hier in Nederland kosten. Maar al scheelt het, al is het daar goedkoper. Je leven hangt er vanaf. Ja. Ga je hier informeren. Doe het hier. Waarom moet je in het buitenland gaan doen? Ja, ja, en het blijkt ook met die... Je kan de mensen niet tegengaan, maar je kunt ze wel waarschuwen. Ja, dat doe je bij deze en dat is ontzettend belangrijk. Want ook die ingreep, daar waarschuwen ook artsen voor. Dat als je die Brazilian buttlift wil doen... Dat gaat niet. Nee, is heel gevaarlijk. Het gaat niet, het is heel gevaarlijk. Ja, omdat er vet dus in de bloedvaten... Al heb jij verleden week die operatie gedaan en je loopt nou nog goed. Ik wil niet zeggen dat je over een half jaar nog goed loopt. Ja. Uiteindelijk is het... enorm zwaar voor jou geweest, ook om er überhaupt alweer terug in Nederland te krijgen. Dat is gelukt, maar je vertelde net ook dat je nog niet eens grafsteen op dit moment, dat je die nog moet afhalen. Die moet ik allemaal doen. Ben ik eerlijk in, ja, wat moet ik zeggen, dat ik miljonair ben en ik kan dat even mensen denken omdat mijn dochter naar Turkije is gegaan om een operatie te doen. Dat ik koffers geld heb ergens liggen of zo. Maar dan zou je denken, als in Nederland zoiets gebeurt... dat je misschien naar een tuchcollege kunt stappen... dat je er een zaak van kan maken. Maar dat is niet zo makkelijk, hè, Turkije? Nee, ik ben nog steeds bezig. En dan zeggen ze, ja, wij doen... In Turkije kunnen wij niks voor je doen. Die zijn niet lid van de EU. Ja, dus die hebben eigenlijk hun eigen regels. Ja, Nederland zegt al voorbaat, of iemand... zeggen ze hier al gelijk al, daar kunnen wij niks doen. Ze hebben geen EU. Ze zijn niet lid van de EU.
Maar vroeger, toen de EU ook niet bestond, moest je toch ook dingen regelen? Ben ik nou gek? Ja, we hebben ook contact gezocht met een Nederlandse advocaat. En die bevestigt inderdaad het beeld van, ja, als het om een ingreep gaat in Turkije, dan is het heel lastig om dat aan te vechten. Ook omdat ze hun eigen regels daarop nahouden. Wat is nu hetgeen... Ja, je zit nog midden in... Ik denk, je vertelde, je bent nog niet eens in de rouwverwerking toegekomen, denk ik. Hè? Nee, ik ben nog steeds niet. Nee. Wat is nu hetgeen waar je op richt? Wanneer kun je nu een volgende stap zetten hierin, denk je? Waar ben je mee bezig om dat uit te krijgen? Ik ben dit bezig om een advocaat te krijgen. Dit vind ik gewoon heel belangrijk. Want het is mijn dochter geweest die overleden is. Maar volgende week kan het ook iemand anders een kind zijn. Ja, ja. Wat misschien ook wel belangrijk is, het is een hele kleine stap, maar je hebt bemiddelingsbureaus die... Ja, die dit behandelen. Ja. Waar je op de af kan stappen en dan wil je afspraak. En dan kijken ze als je dit en dat, ben je geschikt, zogenaamd geschikt voor. Ja, dit doen de bemiddelingsbureaus. Maar die hebben een diploma gehaald bij een pakje boter. Ja, ja, en die, maar ze gaan wel, sommigen hebben wel gezegd van, wij gaan niet meer dan met deze specifieke arts. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen, maar sommigen doen het nog steeds. En als je dan... Want het kost ze verliezen dan heel veel geld. En als je dan op Instagram ziet, dan zie je dat deze arts nog aan het werk is. Dat kunnen we ook laten zien. Dan zien we al die ingrepen die allemaal doet. Hij is dus niet gaan minderen, niet gaan stoppen. Hoe kijk jij hiernaar als je dit nu ziet? Met afschuw. Ja. En het is waarschijnlijk, het zijn precies dit soort plaatjes waardoor mensen denken... Ja, want dat plaatje wat voorbij komt lijkt wel een foto van mijn dochter wat hij niet heeft weggehaald. Ja, en dit kan je iemand niet aandoen. Nee, nee. Dus dat is... Wat ik zeg is tegen de meiden, tegen de vrouwen, van denk goed na. Informatie moet je in Nederland halen. Ja. We hebben genoeg plekken, ziekenhuizen, cosmetische plaatsen waar je heel goed wordt geholpen. Eerst je informatie gaan halen. Want als je al gewaarschuwd wordt, en het is al een paar keer geweest, dat je met je buttlift bepaalde dingen niet kan doen. Nee. Het heeft mijn dochter de leven gekost. Ik denk dat er geen krachtiger signaal is jullie dan dat je hier zit en dat in ieder geval vertelt. Ik hoop ook dat het heel veel mensen gaat bereiken in ieder geval. En hopen dat die zoektocht naar een advocaat succes heeft. Dat je misschien ook aan andere financiële middelen kunt komen om dat tot een succes te brengen. Ondertussen dus de opvoeding van de drie jonge kinderen van jouw dochter. Hoe gaat het met hen nu? Ja, moeilijk. Moeilijk. Ik heb het al moeilijk. Dus, maar ik kan niet in een kind hoofd kijken. Maar ik weet dat ze het moeilijk hebben. Overdag zijn ze dingetjes aan het doen. Op school en... Maar 's avonds, etenstijd, dan merk ik aan ze, dan veranderen ze. Ja. Ik probeer mijn best met alles te doen. Ik wens je ontzettend veel sterkte de komende periode. En ik hoop dat je veel bereik hebt in het krijgen van bewustzijn bij mensen om dit niet zomaar te doen. En dat je ook nog deze strijd tegen deze artsen aan kunt gaan. Ja, dankjewel. Dankjewel.